Welkom terug bij Zef Live. We spelen Zef Live onder spanning, maar de grote vraag is met wie ga ik aan het schrikdraad? Sowieso is het een lieflijke jonge dame, want ik heb een twee op de bank zitten. We zijn nou, heel zenuwachtig. Nou, laten we kijken naar de uitslag. Dit is hem geworden. Siam of Bayern? Bayern! Oké. Oh, hier heb ik zin in. We gaan even lekker een spelletje spelen. Zef Live onder spanning. Ja. Het is wel leuk, want ze zei net tegen mij dat ze er zoveel zin in had. Ja. Dat lacht je eindelijk een keer. Maar je hoeft je niet heel veel zorgen te maken. Leg dit van Zevi neer. Want ik doe met je mee. Ja, dat vind ik wel fijn. En hou je goed. Elke week een verschrikking. Dus ik zal me eerst. En je houdt het zo. Eentje boven, eentje onder. Zo. Zo zeker. Gewoon zo, ja. En dan goed vasthouden. Ja. Ik ga vragen stellen. En pas als jullie er drie hoe kan ik jou nou serieus nemen met een rendierhoofd? Moet die af? Nee, ja. Ja, doe maar zo. De eerste vraag. Hoe praat een rendier eigenlijk? Ik heb geen idee. In welk jaar is All I Want for Christmas uitgebracht? Ja, ik weet het niet. Nee, dat is geen antwoord. 1992. Oh, hey, Siam. 1992? Ja, dat moet je niet aan hun vragen. Nog niet eens fout. Wat dan? Nee, 1994. Ja. Bij Siam! Ja, bijna wel. Ja, ja. Hey, hij is in heel veel landen heeft hij de top 10 bereikt, maar niet in de VS, waar dat nummer eigenlijk vandaan komt. Want daar is hij nooit op single uitgebracht. Nee, en terecht. Dat is raar, hè? Ja. Oh, zei hij dat hardop? Vraag 2. Ik had net gezegd. Nee, dat flopt eruit, ja. Wat is het Nederlandse woord voor mistletoe? Marentak. Ja? Ja. Ja. Ja, dat is goed. Ja. Oh, één goed. Je mag ook wat zeggen, hè? Ja, één fout. Nee, nee, nee. Vraag 3, die is dan speciaal voor VN. Hoeveel letters heeft het woord mistletoe? Acht, denk ik. Ik hoor hier 10. 8. En. Ik wil nu antwoord. 1, 2, 3, 9. Is goed. Oh, ja, dankjewel. Oh, joi. Jullie hebben al 2 goed. Hoe kan dat nou? Ja, we zitten echt net goed. Hoe noem je de kerstman? De kerstman? Deze is te makkelijk. Nee. In het Fins. In het Fins. Hij stond eigenlijk Frans, maar ik wil in het Fins weten. Kerstman. Hoe heet de kerstman in het Fins? Wat is dit nou voor een grapje? Santa Claus. Nee, kerstman. Kerstman. Samen met de knikkerbreuk. Het is fout. Yeah. Ja. Maar nee, wat is het goede antwoord? Het is Julie Piki. Wat? Je weet het niet, hè? Jawel. Nee. Het is Julie Piki. Het is echt Julie Piki. En de elfjes heten Julie Tunu. Ja, dat wist je niet, nou, hè? Oh, dus. Dat zijn 2 fouten. Deze jongens, vraag 5. Toch... Ja. Wat is populairder, een kunstkerstboom of een echte boom? Echte boom, denk ik. Echte boom. Is fout! Nee! Dat geloof ik niet! Kunstbomen zijn populairder dan echte kerstbomen. 53% in de woonkamers heeft namelijk een kunstboom tegenover 22%. Haha! Zo, jullie komen onder spanning. 1, 2... Ja! Zag je niet op het hoofd? Ja, dat dansje ook erbij. Ja. Oh.